Verkiezingsstunt? Nou, nee, dat zou ik haar tekort meedoen. Wat me wel ergert, is dat ze geen enkele politieke verantwoordelijkheid naar zich toe trekt. Ze doet alsof de politiek het geweldig heeft gedaan. Nou, dat is dus niet zo. De politiek heeft grote fouten gemaakt. Wil ik ze ook niet kwalijk nemen, want als je wat probeert, kun je het mis hebben. Maar erken dat, want er zitten twee grote problemen bij de NS. Privatiseren van een monopolie, dat gaat niet. Dat hebben we nu geleerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus moet je op je wegen terugkeren. De enige manier om concurrentie op het spoor te krijgen is dat je er nog een rails naast legt. Nou, dat kunnen we niet betalen en het land is vol, dus dat moeten we niet doen. Dus terugdraaien, die handel. Dan moet je ook de structuur weer aanpassen. Want mijn goede vriend Roel in het veld, die is nou de man van Rail Infrabeheer, en die verdedigt dat ook, die hebben het product gesplitst. Dus je hebt nu treinen en je hebt railsen, wissels, dienstregelingen enzovoort. Alles wat met infrastructuur te maken heeft, dat is in een apart bedrijf ondergebracht. En dan heb je treinen en dan mag dan NS personenvervoer doen. Het probleem is alleen dat de klant dat niet zo ziet. Als die trein te laat komt, dan spreken ze degene aan die die treinen beheert. En niet de man die over de wissels en de rails enzovoort gaat. En wat is nu de oorzaak van de vertraging? Die is tweeërlei. Enerzijds die railinfrabeheer die niet goed functioneert en waar te weinig in geïnvesteerd is. En dat is een politieke beslissing geweest. Anderzijds sabotage door het personeel. Het moet maar eens gezegd worden. In mijn regio, Rotterdam, 30% ziekteverzuim onder conducteurs en machinisten. Er is bewezen dat conducteurs en machinisten treinen expres te laat laten vertrekken om die directie te doen vallen. In dat bedrijf is niet meer het management de baas en zegt hoe het moet gebeuren in overleg met het personeel, maar zijn de vakbonden de baas. En daar moet een eind aan komen. Dat moet de politiek doen. Ze moet dus twee dingen doen. Weer samenvoegen van Rail Infrabeheer en NS Reizigers tot één bedrijf. En tegelijkertijd de vakbond de wacht aanzeggen. En dat kan de Partij van de Arbeid kan dat doen. Ze doen het alleen niet. Wat hebben ze nu gedaan? Die regentenpartij zoekt weer een regent uit eigen gewezen. Meneer Meijer mag komen opdraven. Overigens niets ten nadele van de heer Meijer, want ik geloof dat het een bekwame man is. Maar waarom weer uit de PvdA? Meneer Noordzij, een polderaar van heb ik jou daar, man die nog nooit bewezen heeft om een bedrijf te kunnen leiden. En dan vier topambtenaren als commissaris. Dan denk ik, waar bent u mee bezig? U stuurt een topondernemer als meneer Timmer, die zijn sporen heeft verdiend, stuurt u weg. Dat kon ook niet anders meer, want het publieke krediet was gespeeld. Maar wordt nu de pers uitgehoond? Schande, schande. Want Huizinga en Timmer waren niet onbekwaam. Ik denk dat ze veel ten goede hebben gedaan bij het spoor. Nou, wat ik schande vind. Maar wat ze hebben verspeeld, en dat hebben ze onderschat, dat is dat het een publiek bedrijf is. Dus Huizinga moet niet alleen directeur van de spoorwegen zijn. Die moet ook met zijn kop op televisie en die moet het publiek uitleggen waar hij mee bezig is, wat we kunnen verwachten en wat de toekomstperspectieven zijn. Dat heeft hij allemaal niet gedaan. Dus dat is een punt van kritiek wat heel terecht is. Het is ook terecht dat ze opgestapt zijn, want het krediet was op. Maar wat er nu voor in de plaats komt, nou, het Nederlandse volk moet nu echt niet denken dat de treinen op tijd gaan lopen. En als ze dat wel doen, dan weten we absoluut zeker dat er sabotage is gepleegd tot nu toe. Want als die treinen nu wel ineens op tijd kunnen lopen, het zou me niks verbazen, dan zijn die bonden, die hebben dan kennelijk hun zin gekregen. En dan gaan we zo weer verder. Nou, dan heb je een doodzieke arbeidsorganisatie. En het is inderdaad, ben ik met Huizinga eens, het zal nog jaren kosten voordat je dat probleem hebt opgelost. Wim, ik las in de NRC, die wil Nederland geloof ik op gaan heffen, want het gaat zo lekker met die euro. En, ja, nou, dat is en wordt hoog tijd. Ik ben ook blij dat ik na 15 mei mag meedoen, dat er over dat Europa is, wordt gediscussieerd. Ik heb het gisteren zo gezet. Ik heb er ook op aangedrongen dat het in ons programma komt alsnog. Over de uitbreiding van de Europese Unie komt een referendum. Dat had ook al moeten gebeuren rond die munt. Natuurlijk niet voor elk wissewasje. De mensen kiezen op ons om de was te doen. Maar als wij grote schoonmaak gaan houden en de inrichting van het huis gaan veranderen, dan heeft de kiezer er recht op om daar iets over te zeggen.
En straks die uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe landen, dat is een majeure beslissing. Dat zal ook grote gevolgen hebben voor onze eigen portemonnee. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen, maar ik wil de kiezer wel even voorleggen. Als we dat doen, dan zijn dit de voordelen en dat zijn de nadelen. En uitverkoop van Nederland, geen sprake van. Wat ik ook wil, is dat er, wat men dan noemt, een conferentie komt waarin naar de subsidiariteit wordt gekeken. Dat is een officieel beginsel binnen de Europese Unie. Wat houdt dat in? Je moet alleen die dingen gezamenlijk doen die gezamenlijk moeten. En vooral al die dingen nationaal doen die je nationaal kunt. En als we die hele Europese regelgeving weer eens kritisch tegen het licht houden, dan zal blijken dat tal van dingen die we nu supranationaal doen, dus op het niveau van de Europese Unie, heel goed weer kunnen worden gerenationaliseerd. Het landbouwbeleid is daar een treffend voorbeeld van. Als we die herzieningen niet doen, dan gaat die uitbreiding van de Europese Unie Nederland scheppen met geldkosten die totaal niet in verhouding staan tot de omvang van onze bevolking en tot onze rijkdom. Pim, toen meneer Wiegel... En al te goed is buurman gek en dat moet hier nu maar eens gezegd worden. Toen meneer Wiegel wat te lang dreigde te praten, toen begon jouw hond te blaffen. Nou heeft meneer Wiegel zijn eigen hond thuisgelaten. Ja. Dus ik stel voor dat we de tijd die we ons nog rest eventjes... Maar ik zoek nog een running mate. En toen ik hem hoorde, dacht ik van, nou, laten we het nou samen de kar trekken. Oké, laten we eens gaan kijken wat hij ervan vindt, Pim. Ga mee. U hoeft niet te gaan staan voor Pim, hoor. Dat zou te veel hier zijn. Dat is hartstikke belangrijk. Hij is heel belangrijk, dan moet je ervoor gaan staan. Excellentie, en ik moet het nog maar. Want over die honden gesproken, heeft u überhaupt een hond? We hebben twee honden. Twee honden. Broer en zus. Broer en zus. Wat voor merk? Corgis. Engelse koeiendrijvertjes. Friso en Emma heten ze. En die honden van jou, Pim, hoe heten die? Nou, ik heb niet Hans durven. Nee. Ik heb niet durven vernoemen naar leden van het Koninklijk Huis, want dat acht ik zeer hoog. Kenneth en Carla. Oh, dat vind ik ook heel deftig. Ja. En Ken Knight op zijn Gronings. Wat zijn het voor honden? Dat zijn de Cavalier King Charles. Het zijn Engelse hofhonden. Dus we hebben ongeveer... Er zit toch een zekere verbintenis. Ja, voordat ik nu... Hij heeft die hofhonden en ik heb van die gewone koeiendrijvers. Hè? Dat is het verschil tussen Pim's en Kopen en die Volkspartij van mij. Ja, maar voordat ik nou mooi het verwijt krijg dat we weinig degens gekruist hebben, hebben jullie überhaupt iets met elkaar tegen elkaar, of kruisen jullie de degens? Nou, iets hebben we niet met elkaar, geloof ik. Nee, dat heeft Pim... Maar over de gezondheidszorg, over de gezondheidszorg hebben we wel een verschil van mening. Ja. Ik heb altijd Hans verweten, en ook in het openbaar, dus dat kan ik nu weer doen, dat hij een kartel leidt. Hè. Ik vind dus die clubjes, die zitten veel te veel op elkaar. Ik zou wat meer concurrentie willen zien. En het tweede punt, wat ik hem nooit hoort zeggen, inderdaad, veel Haagse bureaucratie, dat moet afgeschaft worden, ook in het onderwijs trouwens. Maar ook ongelooflijk veel bureaucratie en management in de gezondheidszorg. Ik heb met veel artsen gesproken en die zeer hoog opgeleide mensen, soms zelfs al 12 jaar opleiding gehad, die krijgen minutieus voorgeschreven door iemand die nog nooit aan een bed gestaan heeft, hoe zij moeten werken. Nou, dan ben je toch een beetje van godlos. Okay. Nou, ik ben het wel mee eens. Kijk, in die gezondheidszorg is ongelooflijk veel regelgeving. Dat is gewoon ook zo. Ook vanuit Den Haag, maar ook van de kant van al die andere spelers op het veld. En zelfs zodanig, ik ga er straks in mijn nieuwjaarsspeech bij de zorgverzekeraars wat over zeggen. Had een van onze verzekeraars had een hele goede zaak gedaan met de huisartsen. Als die zuiniger zouden omgaan met bepaalde handelingen, konden ze daarmee meer geld krijgen voor hun avonddiensten. Afgekeurd door de bureaucratie. Dus nu moeten we weer naar de minister gaan om te vragen, zou u die organen waar u verantwoordelijk voor bent, zou u die willen zeggen dat ze een beetje praktisch nadenken? Dus ik ben het net op dat punt wel met hem eens. Af en toe. Ja, dat zelfs een van die ministers zegt, het is gewoon een stalinistisch gebeuren. Ja, die Pim, als ik mijn oor te luisteren leg in Politiek Den Haag, dan willen ze koet met jou helemaal niets in de coalitie. En als ik dan de heer Wiegel hoor, die ziet dat iets anders. Als jij het voor het zeggen zou hebben, stel nou het isolerige geval dat je 20 zetels zou halen. Ja. Die moeten natuurlijk ergens vandaan komen. En VVD heeft er dan nog 30, neem ik aan. En nou, nee, de Partij van de Arbeid heeft er dan nog 35. Maar stel je vraag. Nee, maar hoe gaat het dan verder? Nou, kijk,
Heeft meneer Wiegel dan nog een rol als formateur? Hoe zie je dat? Dat weet ik allemaal niet, want in dit land gaan er vele over. Maar allereerst is het de kiezer die erover gaat. Hè. 15 mei wordt er een uitslag gepresenteerd. En als ik nou in dat denkbeeldige geval dus tussen de 15 en 20 zetels haal, dan kan je niet zeggen die politieke groepering negeren we maar even. Maar niet vanwege mijn persoon, want mij mag je best negeren. Maar je kunt de kiezer niet negeren. Dan zijn er dan is er meer dan een miljoen mensen wat gestemd heeft op die politieke formatie. Nou, daar zul je gewoon mee moeten discussiëren. En zolang ik met twee woorden spreek en de mensen fatsoenlijk behandel, zie ik geen enkele reden om mij dood te zwijgen. Heren, we hebben een vorstelijk maal uit Noord-Holland. Laat het u wel gevallen. Uit mijn provincie. En ik zou zeggen, het laatste woord is aan de heer Wiegel. U mag ook geboren. U mag een toast uitbrengen op wie u wenst. Majesteit. Nee, dat heb ik jou laten Wiegel is dat woord. Ik wou graag een. Dat is toch de kamer, denk ik, deze kamer is voor u, want u bent gewend om in de kamer te spreken. Laten we het glas heffen. Dan kijk ik gewoon naar alle mensen op het nieuwe jaar. In de hoop dat dat jaar in uw persoonlijk leven veel geluk en veel gezondheid mag brengen. Dat is toch, denk ik, het belangrijkste. Dat gaat weer allemaal goed. Hartelijk dank. Gezondheid. U bedankt voor het kijken. Volgende week dan zijn we er weer. Dan hebben we ook een interessante uitzending. En het is niet voor niets dat ik vandaag Pim heb uitgenodigd, want ik wil hem er volgende week beslist niet bij hebben. Want dan komt Nina Brink. En dat is niet, dat is niet Pim, haar boezemvriend. De fles. En we gaan met Nina eens even praten hoe het nou allemaal echt gegaan is. En kijk in ieder geval volgende week. Wij doen het graag voor u. Bedankt voor het kijken. Maak er een mooie zondag van. Het was de eerste uitzending van het jaar, maar niet de laatste. Tot ziens. Applaus.